Hoi, vind jij dieren ook zo interessant? Nou, ik wel. En mijn dierenvrienden vinden elkaar ook hartstikke interessant. En daarom hebben we voor jou vandaag twee dierenboeken gespot. En het zijn geen verhalende boeken die verzonnen zijn. Dat noemen we fictie. Het zijn juist non-fictieboeken. En dat zijn boeken waarin je heel veel informatie kunt vinden die echt waar zijn over allerlei verschillende soorten dieren. En een van mijn favoriete non-fictieschrijfsters is Bibi Dumontak. Ze heeft heel veel boeken over dieren geschreven. Ze is echt een dierenfan. Het eerste Bibi dierenboek wat we voor jullie gespot hebben, is Bibi's doodgewone dierenboek. En in dat boek kom je allemaal dieren tegen, waarvan je misschien denkt, nou, daar valt niks meer over te leren, want die zijn hartstikke doodgewoon. Nou, als je dat boek luistert of leest, dan kom je erachter dat het helemaal niet waar is. Je leert van alles over een doodgewone regenworm, over een kikker, over een mug en over die schattige egeltjes die helemaal niet zo aaibaar en schattig blijken te zijn. Ik geef een hint, iets met stekels en spuug. En de tweede Bibi's boekentip, dat is Bibi's bijzondere beestenboek. En daar won zij de zilveren griffel mee. En in dat boek kom je dieren tegen die je juist niet iedere dag voorbij kunt zien komen. Bijvoorbeeld de luiaard of het zeepaardje. En met de korte, mooie dierenverhalen waar dus heel veel informatie in staat, is het echt gewoon smullen. Bibi Dumontak die weet hoe ze jou moet laten houden van doodgewone dieren, maar ook van hele bijzondere beesten. Ga de boeken van haar lezen en smullen maar. Doei! Oh, egel, ga je er vandoor? Dag!